U heeft groot nieuws. Ja, ik ben geselecteerd voor het Rijksmuseum. Ik heb een schilderij ingeleverd over Rembrandt. En dat is geselecteerd. En wat was uw motivatie om dit werk in te sturen? Ik ben altijd dol geweest op Rembrandt. Ik was zijn grootste fan. Mijn eerste spreekbeurt op school was al over Rembrandt. Ik geloof een boek over Teun de Vries, wat ik ooit las. En ik wist ook dat ik mijn dochter Saskia zou noemen, zodra ik als ik een dochter zou krijgen ooit. En ja, ik ben altijd bijzonder gecharmeerd geweest van zijn werk. Nog niet eens het beginwerk, dat is puur vakmanschap ook natuurlijk. Maar vooral zijn latere werk. Zijn pastueuze, losse vlekjes waar hij al mee begonnen is in die tijd. Wat herkent u in zijn werk? Ik zie gewoon de liefde voor zijn vak. En hij is gewoon een grootmeester. De grootste, vind ik. En nu gaat uw werk, of hangt inmiddels in het Rijksmuseum. Bent u de enige? Nee, er waren ongeveer 8600 inzendingen en er zijn er 600 van over. En er zitten scholen bij, kindertjes die iets leuks gemaakt hebben over Rembrandt. Groepen, schildergroepen, maar ook mensen die met glas iets gemaakt hebben of met stof. Of geborduurd, er is van alles gemaakt. Maar ik heb zijn portret gemaakt, gewoon omdat ik in dat portret wat in Londen hangt, kan je al zijn emoties zien in zijn blik. En daarom heb ik het schilderij ook Ogenblik genoemd. Ogenblik. Over Ogenblik gesproken, hoe lang blijft het werk hangen? Het hangt van 15 juli tot 15 september. 15 juli is zijn geboortedag. Wat is er nu verteld over de reden van de selectie? Niets. U kreeg een mededeling of een brief over de post en daarin stond: u bent geselecteerd. Een mailtje. Ja, u bent geselecteerd, ja. Twee selecties zijn er geweest. Vorige week vrijdag hoorde ik de definitieve. Het stond al in het Rijksmuseum, maar het kon nog alsnog dat je het op moest halen. Dank u wel. Alsjeblieft.